Zo. Staat vroeg op het strand. Het is ongeveer 5:15. Lekker rustig. Dus dan kan ik nog vissen tot ongeveer tot 9 uur. Kijken of er een zeebaarsje te vangen is. Tot nu toe heb ik nog geen geluk. Het is een zuidoostenwind. Het water is helder. Ja, kijken of we wat kunnen vangen. Het materiaal wat ik gebruik, dat is een hengeltje van Shimano. De Technicum DF. 2,70 meter lang. Werpgewicht, dat is 7 tot 21 gram. Leuk hengeltje. Lekker licht, goede actie, maar weinig vis. Ik vis met een 7 grammetje. Nou, je ziet het is net een blikje. Dus, want Aasje zou het niet leggen. Maar ja, we gaan nog even door. Je weet maar nooit. Het is nu net hoog water. Dus ja. Misschien straks nog even met vallend water. We wachten het af. De sets die ik gebruik, nou ja, dat zijn allemaal verschillende kleuren. Dus. Dit soort. En ze zijn van 7 tot 12 gram. Ook 10 gram. Dus hele lichte. Zeer goede aasjes. Deze ook. Dan heb ik nog meer kleurtjes. Dus. Hoi. Ook weer zo eentje. En ja, en dit zijn net echte visjes. Je ziet het. Echt. Kunnen ze het maken? Aan de andere kant heb ik ook nog een doosje. Heb ik ook allemaal dit soort. Een wittertje. Redhead. Heel mooi aasje.
En allemaal losse sets. Hier hebben we voor wat groter en zwaarder. Dat is heel mooi. Ja. Nou, de eerste sessie is nog niet veel. Ik heb verschillende sets gebruikt, dus maar ja, mocht niet baten. We blijven proberen. Ik heb er een gekleurd op. Dus. Nou jongens, ik heb 2 uur staan gooien, maar meer dan 2 uur gaan staan gooien, dus ja, dus, weinig visserij. Maar ja, dat is zeevissen. We moeten blijven proberen. Nou ja. Nou ja, we gaan nog even een kwartiertje ga ik door. En dan hou ik het voor gezien. Dus groetjes uit Katwijk. En bedankt voor het kijken.